Ik ben fractieleider van de NPS in het parlement, DNA-lid. En ik ben ook tegelijkertijd staatsadviseur. Maar vanuit die positie van staatsadviseur had ik me voorgenomen om te kunnen werken aan een aantal issues die deze samenleving bezighouden. Had ik me voorgenomen om op die manier een bijdrage te leveren tot het verlichten van die problemen voor Aladdin, Sadisma Abi. Maar voor jezelf moet je wel continu evalueren. Als de route die je volgt wel er naartoe leidt dat je die bijdrage kan leveren die je wil leveren aan die samenleving. En partijgenoten, Kondreman, ik kom tot de conclusie dat ik niet in staat ben om onder deze omstandigheden te functioneren zoals ik dat zou willen doen. Isabinawaman heb ik in mijn leven gedaan, tenminste qua project naar uitvoeren. Ik zie resultaat. En ik zie resultaat. En de condities zijn nog niet aanwezig om resultaten te zien. Dan zal ik ook besluiten moeten nemen. En ik deel u mede dat ik per vandaag mijn functie als staatsadviseur aan de president ter beschikking sta. We zijn ontevreden als samenleving op verschillende punten. En ik denk dat als ik naar mijn positie kijk, zoals ik dat heb gepresenteerd vandaag, ben ik niet in staat om die bijdrage die ik wil leveren, om dat op dit moment vanuit die positie te kunnen leveren. En wanneer je tot die conclusie komt als persoon, als mens, dan valt er niet moeilijk, dan valt er geen ander besluit te nemen dan dat je die functie neerlegt. Nu of nooit! 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 Astari! De mijn voer en kondre! Baby en tete! Met tete en kondre! Maar de kering is dit niet beloofd! Prezi en Santoki, jullie hebben dit niet beloofd! Met de man kondre! Met tete en kondre! Er zijn wat eisen gesteld door de protesterenden. En ik weet dat if is doen aan de regering, alleen in de regering. En je roept de eis, dan heb je gemengde gevoelens. Want als je toegeeft, dan geeft de keren nog iets zwakkie. En als het eisen waren, als het punten waren, waarvan wij konden zeggen als NPS dat hier in de lauloos aan hier. Dan zeg ik regering, zet het naast je neer. Maar deze dat de mij haalt problemen aan. Die brede lagen, niet alleen de protesteren, de brede lagen van die samenleving bezighouden. Dan wil ik van deze kant een oproep toch doen. Aan de regering. Om serieus te kijken naar bepaalde van deze punten. Abonneer mijn Cooper's Lady, Leo Brunswijk, Maltis Arto, dan ga je alle de trapukawa. Amdraai baka! En een van de punten moet ik toegeven dat brede laag van deze samenleving bezighoudt, is de benoeming van vrienden en familie. Op diverse plaatsen in het staatsbestel. En zonder om in te veel detail te gaan op dit moment, wil ik de directe verantwoordelijke, de hoogste leiding van het land oproepen. President VP, Koninklijke Tony Serieus, laten we daarop instelen. En laten we besluiten nemen die moeilijk te nemen zijn misschien. Maar die in ieder geval een signaal geven aan die samenleving. Dat jere, a regering en mening na nga uno. Konak anu makandra kon sorgo. Tak mi alamala euroko gobit wang moro betra sanang. Dus die
oproep doen wij vanavond via de structuren van de NPS aan de hoogste leiding van het land. Hier was gesproken over family en friends beleid. En het brandpunt nu in de samenleving is de benoeming van de first lady. Waarom heeft u niet expliciet opgeroepen aan de president om de first lady? Wat ik zeg, friends en family beleid. U zegt het zelf, dat is een hot item. En ik heb ook gezegd, ik begrijp dat bepaalde besluiten misschien moeilijk zijn voor functionarissen binnen het systeem. Maar ik bedoel zeker ook de benoeming van de first lady in deze. We kunnen koppig doen, maar ik denk dat dat niet de juiste weg is. En we hebben ook aangezien wat een bepaald gedrag teweeg kan brengen in Suriname. Ik wil niet onaangenaam zijn tegen onze ex-president Ray de Bos. Maar we hebben gezien in die periode waar hij voet bij stuk hield, wat uiteindelijk het probleem is geworden. En partijgenoten, dames en heren, wat wij niet willen hebben is dat, zoals ik zei, op dit moment in ieder geval een regering ter val wordt gebracht en het land in chaos is. Laten we werken op die regering. Dat regering is draai aan een paar beton. En zorg dat de kentje de problemen zijn er. Kentje als systeem. Zij heeft zijn no-no. Ter oplossing van de problemen. En ervoor zorgen dat de resterende periode die er nog is van deze regering, dat een periode kan zijn van ontwikkeling. Pak onder en bloei, alles aan het begin wakka. Daar moeten we naartoe werken.